Welkom in Zorgcentrum Op het Hoogveld in Sint-Antonis. Leuk dat u een kijkje komt nemen. Op het Hoogveld heeft enkele afdelingen voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. Ook zijn er afdelingen voor mensen met dementie. De zorg- en verblijfsomgeving sluiten aan op de zorgvraag van bewoners. Zo is er voor mensen met dementie een pleintje met wandschilderingen van gebouwen in de gemeente Sint-Antonis. Elke bewoner van Op het Hoogveld heeft een eigen appartement. De ruime appartementen zijn vaak ook geschikt voor echtparen. Een appartement bestaat uit een woonkamer met keuken, een slaapkamer en een badkamer met aangepast sanitair. Op iedere etage is een huiskamer. Hier kunnen bewoners terecht voor een kopje koffie, een maaltijd of een activiteit. De invulling van de activiteiten sluit aan op de behoeften van de bewoners. In de centrale ontmoetingsruimte vinden regelmatig activiteiten plaats. Daarnaast kunnen bewoners hier biljarten. Ook is er de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken. Naast het zorgcentrum ligt een prachtig landschapspark. Een wandeling door de tuin naar de volière of het dierenverblijf is voor veel bewoners een geliefd uitje. Het zorgteam zorgt samen met mantelzorgers en vrijwilligers voor goede zorg en een prettig verblijf. Op het Hoogveld biedt een veilige woonomgeving. Voor een extra stukje veiligheid is een polsalarm beschikbaar. Hiermee kan snel en eenvoudig een zorgmedewerker worden opgeroepen. De specialist oudergeneeskunde stelt samen met u en de andere zorgverleners uw individuele zorg- en behandelplan op. Indien nodig krijgt u hulp van een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, psycholoog of maatschappelijk werker. Tot zover deze rondleiding. Wilt u graag meer informatie over Op het Hoogveld? Kijk dan op onze website www.zorgcentrapantijn.nl. Tot ziens en op het Hoogveld!